We zijn vandaag als Rode Kruis Almelo op de Korenmarkt om te laten zien wat we allemaal doen en kunnen betekenen voor de mensen hier in Almelo en om nieuwe vrijwilligers te werven. Wij willen graag Almelo laten zien dat wij er zijn en wie wij zijn en wat wij doen. En hopen toch ook dat mensen enthousiast worden en bij ons club komen, bij onze locatie. We hebben al veel mensen kunnen spreken. Heel veel kinderen hebben het pleisterspel gedaan, samen met Birgit. En een aantal mensen hebben ook al geoefend met het reanimeren op de pop. Ja, er zijn al aardig wat mensen die daadwerkelijk hebben geprobeerd te reanimeren. Het is een workshop, dus je kunt niet zeggen dat je het echt kunt. Maar je hebt wel kunnen proeven hoe het werkt en een beetje een idee hoe het gaat. Ik denk dat het echt heel veelzijdig is. Iedereen die ook het kan, zeg maar, die op de knieën kan zitten, die kan zo'n beetje vrijwilliger worden bij het Rode Kruis. En we hebben ook gewoon heel veel verschillende mensen gezien die interesse hadden. En het pleisterspel is voor kinderen van basisschoolleeftijd, dus ook die hebben we veel besproken en gezien.